Leuk dat je meedoet. Met Esther en Chantal van Esther Yoga. Fit met yoga. 20 minuten lang gaan we er even lekker tegenaan. We gaan ons richten op onze benen. Dus je mag op het midden van je mat komen staan. Even een klein momentje je tijd nemen om van je hoofd in je lichaam te komen. Dus je mag je ogen sluiten. Voel goed hoe je voeten de mat raken. Misschien til je even al je tenen op. Je spreidt ze goed, leg je ze weer neer. Trek je knieschijven een klein beetje omhoog, zodat je je bovenbenen activeert aan de voorkant. Mag je je bekkenbodem een beetje optillen, door zachtjes je bekkenbodemspieren aan te spannen. Helemaal van je staartbeen, wervel voor wervel omhoog. Tot uit je kruin mag je je ruggengraat verlengen. Breng je schouderbladen ietsjes naar elkaar toe aan de achterkant en laat dan je armen los en ontspannen hangen. Richt je op je ademhaling. Je mag direct starten met je adem wat meer ruimte te geven. Adem in door de neus, uit door de neus. Ademhaling wordt dieper en langer. Je uitademhaling wordt krachtiger. Nog twee ademhalingen, dan gaan we beginnen. Je mag je ogen openen. Mag je je vingertoppen tegen elkaar aanbrengen en je duimen ter hoogte van je borstbeen brengen. En dan mag je je gewicht op je rechtervoet brengen. En dan til je je linkerknie op en dan mag je die gebogen houden, maar je mag hem ook strekken. En vanuit hier gaan we direct door met controle naar de vliegtuigpose of een aangepaste krijgen 3 waarbij je je linkerbenen achterstrekt. Blijf in beweging, dus je komt weer terug naar het midden. Dan strek je nog een keer dat linkerbeen met je tenen naar je toe en je hiel naar voren. Dan ga je weer terug naar achter. Laatste keer. Pak een punt voor je. Beide benen zijn actief. En dan houden we hem hier. Even vast. Ademhaling is rustig en krachtig. Dan mag je je vingertoppen naar de mat brengen. Ietsjes voor je zetten en dan mag je steunen op je vingertoppen en dan staan we in de staande staf. En dan mag je inademen en wat lengte maken. Uitademen, kijk alsof je nog wat dieper kan in je vooroverbuiging. En dan adem je in en dan duw je stevig door de hiel van je linkervoet naar achter. En dan adem je uit en dan breng je je knie naar je knieholte en dan buig je beide benen. Doen we nog een keer. Adem in, strek je beide benen, adem uit. Nog een keer strekken. Nog een keer buigen. Nog een keer strekken. Nog een keer buigen. Nog 2 keer. Strek. En buig. En strek. Dan mag je linkervoet naast je rechtervoet zetten. En dan komen we in stoelpose. Dus dan ga je je heupen gaan richting de mat. Je knieën, je enkels, je voeten zijn gesloten. Buikspieren zijn actief, je rug is lang, je borst is open en je schouders wat terug naar je heupen als ze omhoog gekropen zijn. Je handen mag je voor je borst houden of misschien breng je ze wel langs je oren gestrekt richting het plafond. Adem je rustig door. 2 ademhalingen, hou hem vast. Misschien voel je het al branden in je benen, het is zo voorbij. Volgende inademhaling, strek je benen, breng je handen voor je en dan kom je op je tenen staan. Dan ga je heel je lichaam activeren om je balans te houden. Dan gaan we heel langzaam, zo langzaam als je kan, gaan we zakken door de knieën. Dan ga je heel langzaam. 10, 9,
7. 6. Haal je hier hoog. 5. 4. 3. Kom op. 2. 1. En dan zitten we op onze hurken. Dan mag je je handen voor je zetten. Dan mag je je knieën naar buiten brengen. Je hielen tegen elkaar aan. En dan gaan we het gewicht straks naar de handen brengen. En de heupen zoveel mogelijk boven je schouders. Kijk maar hoe ver je komt. Adem uit. Spring. Hou je hielen tegen elkaar. Doen we nog een keer. Spring. En 3. En 2. En 1. Heel goed. Kom je weer terug met je handen bij je lichaam. Je sluit je knieën weer. Dan gaan we weer omhoog. Net zo langzaam als dat we net deden. Op je voeten staan en dan gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, hielen omhoog, 4, 3, 2, 1, hielen op de mat, adem in, armen mee, adem uit, buig voorover. Blijf in je vooroverbuiging staan, zoek je adem. Loop met je handen naar voren. Dan loop je iets met je voeten naar achter, zodat je in een neerwaarts kijkende hond staat. Adem je in en dan breng je je rechterbeen omhoog. Op een uitademhaling breng je je knie naar je rechter elleboog. Dan hou je hem vast. Je schouders zijn hoog. Je navel is naar je ruggengraat. Breng je knie naar je linker elleboog. Breng hem terug naar je rechter elleboog. Breng hem naar je rechter pols. Trek hem omhoog, terug naar je elleboog. Breng hem naar achter. En breng hem naar voren en dan zet je hem naast je rechterduim. Dan zet je je linkerhiel plat op de mat. Dan molen we je handen en komen we in krijgen 2. Die houden we even vast. Je linkerhand naar je achterste been, je rechterhand over je heen. Rijd lang. Dan gaat het gewicht naar je voorste been. Zet je hand ongeveer een halve meter voor je en een klein stukje naar rechts. En dan maak je je klein en dan strek je beide benen. En dan gaat je linkerhand of in je zij of naar het plafond. En doe het nog een keer. Maak jezelf helemaal klein. En strek. Nog een keer. Maak jezelf klein. En strek. Laatste keer, klein en strek. Hou hem hier even vast. Draai je tenen, je knie zoveel mogelijk naar het plafond. Open die linkerheup. Misschien draai je borst nog wat meer naar het plafond. Misschien kijk je mee omhoog of naar de mat. Dan mag je je rechterbeen buigen. Dan gaan we landen in een squat positie. Met controle, met beleid. Heel goed. Staan we in een squat met de tenen naar buiten. Knieën in dezelfde richting. Schouders boven je heupen. Adem in. Handen hoog. Op een uitademhaling. Rechterhand naar beneden. Linkerhand rijdt. Op een inademhaling terug naar het midden. Adem uit. Stretch naar links. Terug naar het midden. Zak een beetje dieper. Doen we nog een keer. Stretch naar rechts. Beide handen hoog. Stretch naar links. Beide handen hoog. Zak een beetje dieper. Stretch naar rechts. Zijn er bijna. Stretch naar links. Strek beide benen. Buig voorover. Hier achter je tenen. Strek je armen. Dan zet je je handen wat voor je. En dan buig je diep door je rechterbeen. Misschien gaat je knie wat naar buiten. Dan blijf je laag en dan ga je helemaal naar de andere kant. En dan strek je je rechterbeen en dan buig je je linkerbeen. Dan blijf je zo laag als je kan. Dan ga je helemaal weer naar de rechterkant. En dan nog een keer naar de linkerkant. Laatste keer rechts. En dan eindigen we links aan de achterkant van de mat. Dan mag je je rechterbeen naar je toe slepen. Dan leg je je handen, zeg je. Naast je rechterbeen op de mat. En dan mag je even spelen met een zijkraai als je dat wil.
Ben je er nog mee bezig, dan zet je je heup en je knie op beide ellebogen en dan zoek je je balans. Of je loopt iets naar voren met je voeten en je balanceert op je linkerarm. Speel je een beetje mee, misschien hou je je voeten op de grond, misschien niet. Dan kom je terug, draai je knieën naar voren, strek je je heupen, kom je overeind, neem je armen mee, adem in, maak lang. Adem uit, buig naar voren. Inademhalen, kijk op, verleng je rug. Adem uit, buig naar voren, doen we nog een keer. Adem in, kom helemaal overeind, neem je armen mee, kijk omhoog. Adem uit, buig naar voren. In, verleng. Adem uit, verdiep. Adem in, kom helemaal overeind. Armen langs je lichaam. Klaar voor de andere kant. Kom je naar het midden van je mat. Mag je het gewicht op je linkerbeen brengen. Handen voor je borst. Vingertoppen tegen elkaar aan. Daar gaan we. Til je rechterbeen op, houd gebogen. Of breng het naar gestrekt. Gaan we door. Balanspozen met je rechterbeen naar achter gestrekt. Kom je weer omhoog. Strek je been naar voren. Kom je weer terug. Strek je been naar achter. Laatste keer. Been naar voren. Laatste keer. Been naar achter. Je rechterbeen blijft nu hoog. We houden hem heel even vast. Breng je vingertoppen naar de mat. Staande split. Adem in, verleng heel je ruggengraat. Adem uit, kom verder in je buiging. Adem in, duw die rechterhiel naar achter. Adem uit, knieknotten. Adem in, strek beide benen. Adem uit, knie naar knieknotten. Strek beide benen, knie naar knieknotten. En strek, knieknotten. Laatste keer strekken. Mag je voet naast je linkervoet zetten en blijven we laag. Komen we weer in de stoelpose. Blijf met je handen langs je oren. Schouders terug naar je heupen of je handen voor je borst. Blijf bij je adem. Nog twee diepe rustige ademhalingen. Hou je gezicht ontspannen. Strek je benen. Breng je armen voor je. We gaan direct door. Je mag op je tenen komen. Maak je klaar om te gaan zakken. Zo langzaam als je kan. Daar gaan we. Probeer je hielen hoog te houden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed gedaan. Hou je hielen tegen elkaar. Spreid je knieën. Dan gaan we weer springen. 1. 2. 3. 4. En 5. Handen terug naar je lichaam. Knieën sluiten. Hielen zijn hoog. Armen voor je. We gaan weer omhoog. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zet je hielen neer. Handen omhoog. Adem uit, buig voorover. Blijf even hier. Loop met je handen naar voren. Breng je voeten iets naar achter, zodat je in je eigen neerwaarts kijkende hond staat. Lift je linkerbeen hoog. Breng het naar je linker elleboog en hou hem daar even. Pas, duw de mat goed van je af. Knie naar je rechter elleboog. Knie naar je linker elleboog. Knie naar je pols. Terug omhoog. Gewicht naar achter, linkerbeen is hoog. Stap naast je linkerduim. Zet je rechterhiel op de mat. Krijg er 2. Linkerbeen voor. Linkerarm voor.
Zie dit even als een rustmomentje. Volgende inademhaling, rechterhand achter op je been. Linkerhand is hoog. Gaan we het gewicht naar je voorste been brengen. Plaats je linkerhand op je vingertoppen neer. Is het te diep? Pak dan een boek of een blok. En strek jezelf uit. Maak jezelf klein. Buig ook je linkerbeen goed. En strek jezelf uit. Nog een keer. Maak jezelf klein. En strek. Laatste keer. Klein. En strek. Hou hem even vast. Probeer je rechterheup zoveel mogelijk te openen. Rijk lang door je kruin. Mag je linkerbeen buigen en dan stap je met zoveel controle als je kan in je squatpositie. Sta je tenen naar buiten. Mag je meteen inademen, handen hoog. En dan stretchen we naar rechts op een uitademhaling. Kom naar het midden, stretch naar links. Kom naar het midden, zak wat dieper. Stretch naar rechts. Midden, stretch naar links. Midden, klein beetje dieper nog. Stretch naar rechts. Je bent er bijna. Stretch naar links. Midden, strek je benen. Hielen achter je tenen, buik voorover. Zit potjes goed richting het plafond. Spreid ze een beetje. Breng je armen iets naar voren, je handen. Strek je armen en dan gaan we eerst het linkerbeen buigen. Loop mee met je handen. Of als je het zonder handen wil, mag dat ook. Blijf laag. Ga naar je rechterbeen. Blijf laag. Ga naar je linkerbeen. Blijf laag. Nog een keer rechts. Nog een keer links. Laatste keer. Eindigen bij rechts. Mag je linkervoet mee toe trekken. Plaats je handen aan de linkerkant van je been. Breng je het gewicht naar je handen. Loop je iets naar voren, misschien met je voeten of je steunt op beide armen. Breng het gewicht. Kijk naar voren. Hou hem vast. Misschien één voet van de grond, misschien twee. Knieën naar voren. Even met je heupen op je hielen. Kindpose. Want we gaan alles nog een keer doen. Laatste adem. Je tenen krullen. Die komen staan op het midden van je mat. We houden niks meer al te lang vast. Handen voor je borst. Gewicht op rechts. Strek je benen voor je linkerbeen. Strek je benen achter. Strek je benen voor. Strek je benen achter. Laatste keer voor. Achter. Plaats je handen op de mat. Verleng. Verdiep je buiging. Adem in, strek. Adem uit. Buig beide benen. Knie neer, knieholte. Strek. Nog een keer. Knie neer, knieholte. Blijf op het ritme van je adem. Laatste keer strekken. Plaats je linkervoet naast je rechter. Kom in je stoelpose. Op 5, 4, 3, 2, 1. Strek je benen, handen voor je. Daar gaan we. Op je tenen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spreid je knieën. Dan gaan we springen. 5 keer. 1, 2. 3, 4 en 5. Terug naar je hurk. Knieën gesloten. Handen voor je. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hielen neer. Adem in, armen hoog. Adem uit, voorover. Loop met je handen naar voren. Zet je voeten naar achter. Adem in, rechterbeen hoog. Adem uit, knie naar je elleboog.
Knie naar je linker elleboog. Knie naar rechts. Naar je pols. Terug omhoog. Benen achter. Zet je voet neer. Naast je linker rechterduim. Linker heel plat. Krijger 2. Adem in, omgekeerde krijger. Adem uit. Halve maan. Adem kandrasana. 1. Maak jezelf klein. 2. Maak jezelf klein. En strek. Laatste keer. En strek. Buig je rechterbeen. Squat. Adem in. Arm omhoog. Stretch naar rechts. Midden. Stretch naar links. Midden. Beetje dieper. Rechts. Links. Beetje dieper. Rechts. En links. En strek. Hielen achter je tenen. Kom naar voren. Even diep, strek dan je armen. Gewicht naar je rechterbeen. En het gewicht naar je linkerbeen. Gaan we nog een keer naar rechts. Nog een keer naar links. Laatste keer rechts. Laatste keer links. Trek je rechtervoet naar je toe. Blijf hier. Doe even een nipje. Voeten terug naar de mat. Knieën naar voren. Eén keer links. Gewicht naar je linkerbeen. Handen voor je borst. Strek je voet naar voren. Strek je rechtervoet naar achter. Strek je rechtervoet naar voren. En naar achter. Op. En door naar voren. En naar achter. Zet je vingertoppen neer. Adem in, verleng. Adem uit, verdiep. Duw door je hiel als je inademt. Buig beide benen als je uitademt. En strek. En buig. En strek. En buig. En strek. Laatste keer buigen. En strek. Zet je voet naast. Kom in je stoelpose. 5, 4, 3, 2, 1. Strek je benen. Handen voor je. Kom op je tenen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keurig. Spreid je knieën. Handen voor je. Hou je hielen tegen elkaar of niet? Dan gaan we 5 keer. Keurig. Handen terug naar het midden. Knieën gesloten. Hielen zijn van de mat. Daar gaan we. 10. 9. 8. 7. Kan je langzamer. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hielen neer. Handen hoog. Adem uit. Buig naar voren. Loop met je handen naar voren. Neem een stapje naar achter. Linkerbeen gaat omhoog. Op je uitademhaling naar je linker elleboog. Rechter elleboog. Linker elleboog. Linker pols. Trek hem hoog. Breng je been omhoog naar achter. Zet hem naast je duim. Rechter hiel gaat naar de mat. Krijger 2. Adem in, omgekeerde krijger. Adem uit, gewicht naar je linkervoet. Maak jezelf klein en strek jezelf dan uit in halve maan. Nog een keer. Klein en open. Klein en open. Laatste keer. Klein en open. Linkerbeen gebogen. Zachte landing in je squat. Armen hoog. Stretch naar rechts. Kom midden. Stretch naar links. Midden, iets dieper. Stretch naar rechts. Midden, links, midden, iets dieper, rechts, en links, midden, strek je benen, hielen achter je tenen, buig voorover, strek je armen, gewicht gaat naar je linkerbeen diep gebogen, rechterbeen gestrekt, gaat het gewicht naar je rechterbeen, blijf laag, nog een keer naar links,
keer naar rechts. Nog een keer naar links, laatste keer. Nog een keer naar rechts. Neem je linkervoet mee. Zet je handen naast je. Bijna. Kraai. Heel goed. Dan mag je komen zitten. In Malasana. We hebben nu goed hard gewerkt. En dan mag je blijven zitten in kindspose. En als je tijd hebt, raad ik je aan om daarna lekker op je rug te gaan liggen. En een eindontspanning te doen, dan is het maar een paar minuten. We willen jullie bedanken voor je tijd en je inzet. We zien jullie graag de volgende keer. Namaste.